Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Hij is verschenen, Call of Duty World War 2, en dat betekent dat we weer teruggaan naar de wortels van de serie. Namelijk deeltje 1, 2, 3 en 5 gingen al over de Tweede Wereldoorlog. Toen deelde het niet en nu weer wel. Amandor zit naast me. Hi. Hi. Jij bent aan de slag gaan met de game. Was je blij dat we teruggingen naar WO2? Een beetje. Waarom? Waarom? Ja, ik heb Call of Duty niet vanaf het begin echt meegemaakt. Ik ben vooral heel fanatiek geweest met Black Ops 1 en Modern Warfare 2 en dat soort games. Ja. Dus ik vond het uiteindelijk wel heel vet, want ik was wel heel erg klaar met het futuristische wat ze aan het doen waren. Dat werd allemaal veel te snel en wat dan ook. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel leuk. Oké. Ja, ik was ook wel blij verrast dat ze dat weer gingen doen. Ik vind het echt leuk, ik heb er echt heel veel zin. Ik heb de game niet gespeeld, maar we gaan het even doorlopen. Er zijn drie facetten aan Call of Duty World War 2. Een singleplayer, een multiplayer en een zombie-modus, nazi-zombie-modus. Laten we beginnen met singleplayer. In hoeverre denk jij dat dit... Is het echt COD van nu, maar dan gewoon in een Tweede Wereldoorlog versie? De singleplayer is inderdaad gewoon weer eigenlijk wat je verwacht van een COD. Het is weer 6 tot 8 uurtjes. Het is alleen gelukkig niet zo bombastisch als de afgelopen 3 singleplayers. Want het was echt alsof Michael Bay het geregisseerd had, zeg maar. En dus dat is er wel een beetje af? Ja, dat is er wel een beetje af. De Tweede Wereldoorlog zorgt er wel voor dat het wat gevoeliger is. Misschien het woord wat ik wel kan gebruiken. Want waar je echt in de laatste 3 delen had je gewoon die superhelden die niks gaven om levens en explosies. Zie je bijvoorbeeld aan het begin dat de soldaat die jij bent is ook gewoon daadwerkelijk zenuwachtig als je op het strand van de man hier staat. Begrijpelijk ook. Ja. Maar dan moet hij bijvoorbeeld opblazen en dat hij van de zenuw alles uit zijn handen laat vallen en zo. Dus dat zijn van die kleine dingetjes dat je toch wel merkt dat je met mensen bezig bent en niet met Superman of zo. Ja, en vind je dat fijn? Ik vind het... Ze proberen wel een beetje de vibe te geven aan de Tweede Wereld hoe het was. Want het waren voor het algemeen ook niet echt getrainde soldaten. De meesten waren ook gewoon bang en die werden gewoon uit een winkel getrokken. Maar ja, je moet vechten, huppakee. Ja. Dus dat was op zich wel prettig, maar voor de rest... Ja, het is gewoon weer een singleplayer en hij is leuk. Hij speelt zich vooral af helemaal in Frankrijk. Je begint ook met D-Day. Dat is natuurlijk niet heel origineel, maar... Nee, dat hebben we al een aantal keer meegemaakt. Maar... ik weet niet. Ik vind hem toch leuk. Ja, de 6 tot 8 uur is... Je vermaakt je er wel even. Maar is de gameplay ook langzamer geworden? Want de wapens zijn natuurlijk niet zo futuristisch meer. Dus als je bijvoorbeeld de M1 Garand hebt... Ping! Ja, pling, ja, inderdaad. Ja, de wapens, het is allemaal wel ietsje trager. Al is het natuurlijk wel iets sneller dan het waarschijnlijk was. Het is geen geschiedenisles, hè? Het is geen geschiedenisles. Nee, want de historici die moeten ook gewoon echt wegkijken bij de singleplayer. Ja. Want er zitten echt veel een paar grove fouten in. Het is gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog. Met nadruk op gebaseerd. Ja, gebaseerd op. Oké, dus je was wel tevreden? Ik was wel tevreden over de singleplayer, inderdaad. Oké. Dan gaan we naar de multiplayer, want er is een open beta geweest. Die heeft best wel veel kritiek gekregen in de tijd. En ik vraag me af, waar ging die kritiek over en is die er nog steeds? Veel mensen vonden hem heel lelijk, de beta. Ja. Uiteindelijk vind ik de grafische kwaliteit van de multiplayer vind ik wel oké. Het is wel bijgetrokken, maar... Het is niet spectaculair, maar dat is Call of Duty eigenlijk nooit geweest met graphics. Mm-hmm. En waar ik me vooral aan erger, en ik ga nou gewoon even los, want ik zit me echt te erger aan de multiplayer om meerdere dingen. De service heeft Activision gewoon niet op orde. Nee. Het is echt weer een ramp en dat vind ik jammer. We hebben er al over bericht op gamersnet.nl. Inderdaad, er zijn veel problemen met de online mogelijkheden van de game, omdat het gewoon te druk is. De game verkoopt goed. Ja, dat wel. Dat is dan weer leuk voor Activision en voor Sledgehammer, want ze hebben dan volgens mij de aankoop van Black Ops 3 volgens mij ongeveer weer gered. Oké, leuk. Maar dat is niet goed voor de gamer, want die heeft serverproblemen. Ja, nog steeds. Een week nadat hij is uitgekomen, merk ik nog steeds dat het ontzettend moeilijk is om een potje binnen te komen. Ook gewoon heel raar dat er dan een teller staat van je begint over 5 seconden, telt hij af en dan word je eruit gekikt. Oh. Dat soort random dingen. Ja, het is gewoon heel frustrerend. En als hij werkt, dan werkt hij online ook gewoon lekker. Als je eenmaal in een potje zit, is het niet dat het echt allemaal lekt en allemaal mensen langs teleporteren omdat het internet zo slecht is. Maar gewoon een potje inkomen is echt een hel. En een game inhoudelijk? Ik bedoel, hoe verhoudt zich dit tot de oude Tweede Wereldoorlog shoot van Call of Duty? Qua langzaamheid, qua snelheid, is het wel echt 360 no-scope begaan? Ja, die zitten er nog steeds in, helaas. Die worden er ook niet uitgehaald, wat ook onbegrijpelijk is trouwens.
Maar de tempo is wel een stuk minder dan die futuristische bullshit van Infinite Warfare en Advanced Warfare en zo. Het is allemaal wat langzamer. En is dat fijn? Ja, voor mij wel. Ja, misschien ook te oud of zo, ik weet niet. Maar... dat double jumper zit er niet meer in. Je hoeft niet meer de hele tijd in de lucht op te letten of iemand aan kan vliegen. Het is nu gewoon een normaal potje schieten. Ja. Alleen de balans van de wapens is ook echt bizar slecht. Ja? Ja, vind dus ik wel. Bepaalde wapens gebruik je gewoon niet in de multiplayer, omdat het gewoon... Ja, in de eerste paar dagen, als je al in een potje kwam je ook heel veel mensen met hetzelfde wapen tegen, want die waren gewoon te sterk. En ik ben iemand die heel graag met een shotgun speelt. Ja, die shotgun die schiet propjes af of zo. Ja. Als het je bij iemand in zijn neus, dan gaat hij nog niet dood. Het is echt... En ik had ook, er waren in de beta ook wat klachten over de mapbalans. Ja, er zitten een paar maps. Bijvoorbeeld, er zit er eentje dat in het midden heb je dan eigenlijk een verhoging, dat is een soort kanon. Ja. Nou, daar zitten alle snipers in. Als er maar snipers zitten, haal je ze er ook niet meer uit. Okay. Dus dat is, sommige maps komen niet helemaal lekker uit de verf, sommige dan ook weer heel erg. De Quang Tu Hoc, als ik het goed zeg, dat vind ik echt een perfecte map. Je hebt een paar open plekjes, je hebt wat loopgraven, je hebt bunkers waar je mensen uit moet halen. Met MG-geweren en zo. Vet. Dus het is wel heel... Dat afwisselend, is wel afwisselend gewoon, ja. Het niveau is afwisselend. En ze hebben een nieuwe game modus en dat is dan War. En dat heeft een beetje de Battlefield vibe, zeg maar. Dat je bepaalde objectives moet halen. Dus dan ben je of het verdedigende team of het aanvallende team. En dan is het bijvoorbeeld beschermen een huis, heb je dat gedaan. Dan, of heb je die veroverd, dan moet je weer verder. Moet je een brug bouwen om de tanks eroverheen te laten kunnen. Oh, wat tof. Dus iets meer missie gebaseerd. Ja, dus wat objective based. En het zijn er volgens mij, het zijn er nog niet zo heel veel. Het zijn er iets van 4 of 5 uit mijn hoofd. Met verschillende verhaallijnen erin. Maar het zorgt er wel voor dat het afwisselender is dan alleen klakkeloos op elkaar schieten. Oké, dus daar, over die nieuwe dingen die ben je wel nieuwe dingen ben ik wel heel blij mee. Hoe zit het dan met perks en zo? Perks hebben ze ook zo min mogelijk gedaan. Oh, dat is er nu nog maar één. Dat is zeg maar eigenlijk een soort van medaille op je borst eigenlijk. Ja. En daar kun je er maar één voor kiezen. En dan is het dan twee primary weapons meenemen. Sneller herladen. Ja, precies. Betere balans. Het is echt wel back to basic wat dat betreft. Dat is wel echt tof. Echt back to basic. Gaat nu echt meer om de schietactie dan om wat je allemaal hebt. En je hebt nou ook klassen. 5 verschillende klassen. Infantry. Nog 4 andere. En die hebben allemaal een eigen voordeel. De infantry heeft bijvoorbeeld een bajonet aan hun assault rifle. Want je kan al sinds een paar Call of Duty's niemand meer in één keer doodsteken. Maar met die klasse kan dat dan nog weer wel. Okay. Je hebt eentje die sniper-based, die heeft dan een betere zoom-functie of wat dan ook. Ja. Het is voor ieder wat wil. Maar je kan je eigen soldier tot een bepaalde mate in elkaar schroeven. Ja, maar ze hebben het wel simpeler gemaakt. Wat volgens mij dat wel. Singleplayer ben je positief over, multiplayer gemengd. Dan de nazi-zombie-modus. Een favoriete modus voor heel veel spelers, weet ik toevallig. Die gewoon echt alleen maar de zombie-modus speelt. Je moet zo lang mogelijk overleven in een wereld vol zombies. Maar die zombies zijn nu genazificeerd. Ja, het is... Waar was er vroeger al? Ja. Nee, dat was die nazi-zombie-game. Ja, nazi-zombies. Ja, ik vind het verfrissend. Ze hebben het... de afgelopen zombie-games waren heel... Ja, heel jolig, dat is echt te blij, zeg maar. Ik bedoel, de vorige games had je voor mij een of andere pretpark. Dat en klopt, allemaal neonlichtjes en allemaal dat soort dingen. En het is echt heel gritty, het zijn gewoon daadwerkelijk enge zombies. Ja. Er zitten een paar tussen, die hebben geen armen, die zijn echt super snel. En die komen dan met grote groepen op je afrennen. Daar word je echt zenuwachtig van als die op je afkomen. En dit is gewoon heel gritty. Er is maar één map helaas, tot nu toe. Dat is de Final Reich. Dat vind ik dan wel weer een hele toffe naam. Ja. Inderdaad wat jij zegt, dus waves van zombies van je afslaan. Terwijl je wel een paar objectives aan het doen bent. Dus uiteindelijk wel de bedoeling dat je kan ontsnappen. Ja. Dus denk eraan dat je pakpunten, als je een zombie kapot maakt, heb je genoeg punten, kan je weer sterke wapen pakken. Weet je, totaal op principe. Met genoeg punten kan je weer een deur openmaken in een nieuw gebied. En, stapje voor stapje probeer je dan, terwijl de zombies natuurlijk veel sterker worden en met veel meer zombies komen. Probeer dus uiteindelijk het einde van het level te halen, wat best pittig is. Ja, en maar gewoon niet vernieuwend, maar wel gewoon, het voelt wel wat anders. Het voelt anders, het past heel goed in het plaatje van de Tweede Wereldoorlog. En het is gewoon een stuk grittier en dat vind ik gewoon leuk. Ja. Dat het echt voelt als, eng is het te groot woord, maar ze zijn heel naar. Ja. Okay. Ik vond het een beetje kleuterig, de zombie-modussen van de afgelopen 2, 3 Call of Duties. Dus, maar deze is wel... Maar deze is wel heel tof.
Ik vermaak me hier wel mee. Hier, alleen ik wil wel graag wat meer maps in de toekomst zien. Ja, kun je denk ik wel bijkopen. Waarschijnlijk wel, voor een season pass van 100 euro of zo. Ja, oké, dan komen wij een beetje bij de conclusie. We hebben zombie modes op singleplayer en multiplayer. Wat heb je de game gegeven? Ik zit ten eigen aan een 8 ongeveer. Een 8. Nou, hartstikke goed. Wil je echt alles weten over Call of Duty World War II? Lees dan ook vooral Amador's review op gamersnet.nl. Want dan kan die in alle details, alle diepte, kun je alle facetten van de game in je totje nemen. Onwijs bedankt, Amador. Ja. Goed gedaan. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. Tot heel snel weer hier op gamersnet.nl met de laatste reviews, previews en alles over de laatste videogames.